Ik ben Kim en super leuk dat je kijkt naar deze allernieuwste video. Het is vandaag zondag en wanneer je dit kijkt staan wij heel waarschijnlijk in de finale van het Europees kampioenschap. En dat betekent ook dat ik de afgelopen dagen heb gefilmd, gevlogd, alles heb vastgelegd voor jullie. En dat houdt dus in dat de aankomende week 2 video's van het Europees kampioenschap online komen. En dat is op de woensdag om 3 uur en op de zondag om 3 uur. Maar dat terzijde. Het Europees kampioenschap 2023 begint nu. Afgelopen wereldkampioenschap in 2022 hadden wij onze hele dans omgegooid omdat we meer hiphop moesten doen. De hele dans omgegooid. We gingen niet rechtstreeks door naar de finale. Uiteindelijk hebben we toch nog de zaterdag een finale plek mogen bemachtigen. Uiteindelijk zijn we 6e van de zoveel geworden op het wereldkampioenschap. Maar dit jaar veranderde eigenlijk alles voor ons. Kiyomi Elite, of Kiyomi in het algemeen, is geen Kiyomi om geen uitdaging te pakken. En wij wilden dit jaar compleet iets anders doen. Iets anders dan safe spelen. Of het zou heel erg goed in de smaak vallen bij de juryleden en natuurlijk ook bij het publiek. Of het valt gewoon ziek hard door de mand en we krijgen nooit een podium. Wij hebben de afgelopen paar maanden enorm hard getraind voor de showcase die we nu hebben. En afgelopen januari begonnen wij met onze allereerste wedstrijd. Waar wij dus ook gelijk eerste plek mee begonnen. En dat de winnaar van de 3 over 18. Dames en heren, heel erg bedankt. De winnaar! Kiyomi! Onze tweede wedstrijd in Veldhoven werden wij 2e. Ex-flawless. En jou op de 2e plek. Kiyomi Elite. Let's go! Baby! Baby, ja! En onze derde wedstrijd behaalden wij nogmaals de eerste plek. Het Nederlands kampioenschap 2023 verliep iets anders dan normaal. Wij stonden op een wachtlijst, maar we waren wel rankingskampioen en Nederlands kampioen. Een rankingskampioen zegt denk ik al genoeg. Je staat gewoon eerste plek van alle teams die hebben meegedaan. Wij inschrijven voor het Nederlands kampioenschap en guess what? We staan op een wachtlijst. Een wachtlijst waar je niet heel erg makkelijk vanaf komt, maar met heel veel moeite kwamen we toch door. En gingen we gewoon naar het NK, het Nederlands kampioenschap 2023. En guess what? We werden Nederlands kampioen. 2 weken na het Nederlands kampioenschap staan wij op het Europees kampioenschap. En wanneer deze video online staat, weet ik waarschijnlijk al of wij de titel hebben of dat we gewoon een top 3, een top 5 of geen plek hebben.
We hopen natuurlijk op een top 1. We hopen gewoon op de Europese titel. Maar dat zie je aankomende woensdag om 3 uur. Zoals ik net ook al zei, aankomende woensdag om 3 uur komt de allereerste video van het EK online. En wil je nou niks missen? Vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden. En om even dat belletje aan te zetten. Dan mis je namelijk geen enkele video. Ik ben heel benieuwd. Tot woensdag.